Renovatie Njung Kombe begonnen. Minister Edgadikan van Regionale Ontwikkeling, RO, heeft het startsein gegeven voor de renovatie van Njung Kombe aan de Kleine Saramakastraat. De accommodatie voor Afro-Surinamers uit het binnenland en inheemsen om rituelen te houden rond het overlijden van hun dierbaren is de afgelopen decennia slecht onderhouden en verkeert in deplorabele staat. Na de benoeming van Ferno Prior vorig jaar als directeur van de pas opgerichte stichting Njung Kombe SNC had de minister hem gevraagd prioriteit te geven aan het verbeteren van de faciliteit. De renovatie is aangevangen op maandag 24 juni. De minister gaf het beginsignaal door een deel van een muur van het kantoor te slopen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.